Goedemorgen allemaal. Het is nu 5:30 en we zitten nu in de Flixbus en die gaat zo rijden naar Milaan. Want we gaan een keertje naar Italië. Dus we gaan eerst naar Milaan, dan gaan we naar Venetië, naar Florence. Moet ik toch even dat we hier voor uit zijn geweest, dus ik heb nog niet heel veel geslapen. Dus ik hoop dat ik kan slapen in de bus. Maar dan gaan we 4 uurtjes reizen, komen om 9:30 of. We zijn nu in Milaan, het is 9:15. We hebben het metrokaartje gehaald en we zijn nu naar de metro aan het lopen. We moeten een kwartiertje in de metro naar Duomo, dus we gaan eigenlijk meteen naar het centrum. Dan gaan we eerst een koffie zoeken en dan zien we deze dag wat we toe gaan brengen. Kijk, daar heb je de Duomo. Het is echt best wel lekker weer ook. Hallo. Hola. Buongiorno. Buongiorno. We hebben net koffie gedronken en dat is echt heel fijn, want ik word eindelijk weer een beetje wakker. Want ja, we hebben dus maar 4 in de bus gezeten, waarvan ik er misschien 2 heb geslapen. En that's it. We gaan nu naar Isola, dat is een soort van, is gewoon een andere buurt met allemaal van de street art en zo. Dus ik denk dat dat wel leuk wordt. En als de zon een beetje gezakt is, gaan we weer terug, want kijk, nu heb je zeg maar dat die zon er zo op schijnt dat het niet echt heel mooi is voor foto's. Dus. Uit de metro. We moeten nu nog 10 minuutjes lopen. En ik hoop dat we dan uitkomen bij waar ik heb bedacht dat we uitkomen. En als het niet zo is, dan ben ik toch niet zo'n goede travel guy dan dat ik dacht. Nou, de zoektocht gaat nog niet zo heel best. Je hebt hier al 1 dingetje. Maar ja, we zijn dus echt naar iets meer op zoek. Maar goed. We lopen nu dus een beetje hier in de rondte. Kunnen vinden, want dat is de reden dat we hier zijn gekomen. Gehaald, want dat moet natuurlijk wel als je in Italië bent. We gaan nog even een rondje lopen en dan gaan we straks om 4:00 eten al. Omdat we om 6:30 in de bus gaan naar Venetië.
We zitten nu net in de bus van Milaan naar Venetië. We komen daar soms om 10:30 aan. En door een foutje zit ons hotel op een ander eiland en niet op Venetië. Maar ja, we moeten zeg maar ongeveer 40 minuten met de boot. Dus ja, ik denk dat het wel mooi wordt. Maar ja, we gaan nu weer even proberen te slapen, want dus is vanochtend niet heel veel geslapen. En dan zie ik jullie weer in Venetië. Nou jongens, ietsje later dan gepland, maar we zijn nu in Venetië. Deze mooie bus heeft ons hier gebracht. En nu staat ons de volgende opdracht te wachten. En dat is vind het hotel. Of eerder vind de boot naar het hotel. Nou jongens, we zitten op de busboot. En we zijn nu onderweg naar Venetië. Goedemorgen allemaal, het is nu 9:15 en we zijn nu weer onderweg naar de boot om weer terug naar Venetië te gaan. Ja, we zitten dus eigenlijk op een ander eiland, Lido, maar best een mooi boottochtje, dus niet zo heel erg. En dan gaan we eerst even ergens zoeken waar we kunnen ontbijten en dan kijken wat we de rest allemaal willen gaan doen. En vanaf moeten we om 5:30 weer in de bus naar Florence. Dan gaan we even klaarmaken en nog even de stad doen om wat te drinken. Dus we hebben nu een reis van 4 uur erop zitten, dat valt echt wel mee. John, what are your thoughts on this bus? Stupidest bus I've seen. Look at it.
take a closer look, people. But we can open the window. Allemaal. Het is nu 9:30. We zijn in Florence. En we gaan zo even een stukje lopen om te ontbijten. Maar we wachten op Sophie, zoals altijd. En ondanks dat we ze een 10 minuten voorsprong hadden gegeven, staan we nog te wachten. Maar goed, dat zal het verschil zijn. We gaan even ontbijten. We hebben vandaag geen hele dag, want we gaan pas om 11:30 vanavond bij de bus terug naar Zurich. Baby snail. Nou jongens, we zijn boven. Kijk, gewoon heel Florence. Echt lekker warm hierboven. Ik zie een beetje op tegen de terugwind, maar ja, het is echt super mooi. We zijn nu aan het wachten om de kathedraal in te mogen, maar kijk even naar die rij. Wacht, even kijken of je dat ziet. Dit, zeg maar, al die mensen, dat is de rij. Dus we hopen dat het niet te lang gaat duren, maar we willen wel graag naar binnen. Dus wachten we maar hier. Maar we gaan toch nog maar even een rondje lopen hier. We
are in the Da Vinci Museum. How did we get here? Because it was actually raining, so we just had to escape from rain. And that's why we are here. That's why Enjoy. I'm wearing this scarf on my head. Babushka. Looking like Busje komt zo. Nee, goh joh, afing een woest. Nou jongens, het is 10:30 en we zijn eindelijk weer terug in Zurich. Na een reis van 10 uur. We zouden eigenlijk 9:15 aankomen, maar een tijdje in de file gestaan. Maar goed, we zijn er. Nu nog even de trein naar Winterthur. En dan zit het avontuur er toch echt weer op voor dit weekend.